Als het zo stank is, dan leg ik dat stuk zweep op het kussen om niet hartstikke beroerd van die stank te worden. Omwonenden van Velstort HVC in Middenmeer zijn de stankoverlast die optreedt bij een westenwind helemaal zat. Vanavond houden de omwonenden uit Medemblik een handtekeningenactie om de stank te stoppen. We zijn hier vanavond lijsten aan het uitreiken aan mensen die voor ons handtekeningen gaan ophalen. Overal in Medemblik. De bewoners zijn gefrustreerd. Ze zijn ervan overtuigd dat de stank door het afvalscheidingsbedrijf HVC komt. Maar in een reactie laten zij echter weten dat uit eigen onderzoek blijkt dat de stank niet van het bedrijf zelf afkomt. Onbegrijpelijk vinden de bewoners. En vandaar dat ze denken, nou, het is klaar. Er moet nu echt iets gebeuren, want we worden zoet gehouden met praatjes. Maar er wordt niets ondernomen. Ik ga proberen heel veel handtekeningen op te halen. En dat moet dan resulteren in het feit dat er eindelijk eens een keer actie ondernomen gaat worden voor dit hele gebeuren. Want het gaat al de hele tijd zo en dat moet gewoon een keer stoppen. Want ik vind het echt verschrikkelijk. Het wordt alleen maar erger en erger. En nou hoop ik dat er een heleboel mensen tekenen dat we eindelijk eens van die nare lucht af zijn. Door alle klachten heeft HVC beloofd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de stank. Maar dat is voor de bewoners niet genoeg. Daarom hebben ze vanavond zoveel mogelijk handtekeningen verzameld.